Graag wil ik jullie wat vertellen over een project waar ik sinds eind 2019 mee bezig ben. En dat is de conservering van de speren en lansen uit de etnografica collectie van het Zeeuws Genootschap. Als restaurator werk ik niet alleen aan objecten die meteen de tentoonstelling in moeten, maar kijk ik ook in het depot naar objecten die behandeling nodig hebben. Zo kwam ik ook in aanraking met de lansen en speren. Alle lansen en speren bestaan praktisch gezien uit een ijzeren lemmet, het puntige gedeelte, en een houten of bamboesteel. Soms zijn die stelen wel 3 meter lang. En dan is het een uitdaging om ze door de ruimte heen te manoeuvreren als je even de speer andersom op je tafel wil neerleggen. Maar ik ga een uitdaging graag aan. En naast hout en ijzer zijn er veel andere materialen gebruikt om de speren te decoreren. Zoals haar, andere metalen, touw, riet, hoorn, noem het maar op. Ze zijn prachtig. Sommige speren zijn heel simpel uitgevoerd, andere dus heel rijk gedecoreerd. En dat is ook al te zien in het ijzeren lemmet, die soms prachtig gesmeed zijn in allerlei lijnen, laagjes. En dat noemen we damast. Het is echt fantastisch, het is echt genieten. In het leven van de speren ben ik niet de eerste die zich om de conservering bekommert, maar dit is in het verleden ook al gedaan. Zo hebben mensen waarschijnlijk al tientallen jaren geleden met de beste bedoelingen ook corrosie van het oppervlak verwijderd en daarmee krassen achtergelaten. Maar ook hebben ze het oppervlak gelakt. De lak is heel erg verouderd, verbruind, vergeeld, heel erg vies geworden en dit verstoort het beeld van de speer. Daarnaast is de lak ook heel erg bros geworden en brokkelt die af, waardoor het ijzerbrood komt te liggen en kan gaan corroderen. Een conserveringsbehandeling is dus niet alleen voor het behoud, maar het heeft ook esthetisch gezien een grote invloed. Hoe doe ik dit nou? Ten eerste verwijder ik de lak en het vuil. Daarna maak ik het hele oppervlak schoon en verwijder ik indien nodig de corrosie. En daarna haal ik alle restjes corrosie, alle restjes lak, stofjes, alles wat niet op het oppervlak hoort te zitten eraf. En tot slot breng ik een nieuwe afwerklaag op het oppervlak aan. Dat was het eigenlijk al. Tot slot wil ik jullie vertellen over leuke dingen die ik tegenkom. En een van die leuke dingen is deze speer. Het is een prachtige speer, prachtig lemmet met een mast. Daaronder zit een koperlegering, een beetje goudkleurige decoratie en daaronder een heel stuk zilverbeslag. Maar de rest van de steel was eigenlijk mattig en vies en er zaten ringetjes op. Maar die waren ook mattig, bruin, vies, gelig. Ik kon niet direct zien wat het was, omdat ze zo vies waren. En toen ben ik gaan testen. En uiteindelijk heb ik allerlei methodes getest en gevonden hoe ik dit pakket van lagen eraf kon halen. En kwam ik zo tot de originele kleur, het uiterlijk van de ringetjes. En dat was zilver. Dus ik ben ondertussen alle ringetjes aan het schoonmaken. En het wordt echt fantastisch. Ik hoop natuurlijk dat we straks allemaal snel weer naar het museum kunnen. En dat ik mijn werk kan voortzetten. En dat ik dat daarna aan jullie kan tonen.